Hoi allemaal en welkom bij deze Let's Train! Vandaag ben ik heel saai. Nee, ik ben... Waarom kap ik mezelf altijd af met nee? Ja, nee. Maar goed, ik heb wat paarden verzameld van... Level 14 om uit te trainen en om te even lekker bij te kletsen over weet ik veel wat. Ik heb krampen, overal krampen. Super tof, I love it. Dus ik ben half aan het sterven. Maar dat bederft de pret niet. We gaan even sowieso even de Druid Races doen met deze level 14 paarden. Want dan zien jullie ook hoe ver ik ben met de Druid Races. En dat is nog best wel wat, dus vandaar. En mijn paarden zijn allemaal depressief en sad. Ik ben de afgelopen tijd niet echt online geweest. Nou ja, ik ben wel online geweest voor de Druid Race. Maar ik heb geen Starcoins voor de stalhulp meer. Dus vandaar dat ik niet alles... Ja, ik heb wel Starcoins. Oké, één ding tegelijk. We gaan naar de Druidbak. Ik verzorg mijn paarden altijd met stalhulp. Omdat ik gewoon lui ben. Maar nu heb ik weinig Starcoins. Dus dat betekent dat ik ze liever niet uitgeef aan stalhulp, zodat ik het bespaar. Dat is een goede verwoording, jongens. Ik moet leren praten. Maar dit is een Q&A zonder dat ik eigenlijk een onderwerp neem. Of zonder dat ik de vraag ga beantwoorden, want ik moet nog eventjes dat soort dingen doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even lekker mezelf laten gaan en kijken waar het gesprek heen gaat. Bliksem. Dat is die. Waarom ook nu de hik? Boy. Wat ik wel alvast kan vertellen is dat ik deze week lekker veel bezig ben geweest met een project die ik zondag ga aankondigen. En ik heb op Insta wat kleine dingetjes gezet van waar ben ik jullie wat mee bezig ben. Maar met livestreams heb ik er vaker over gehad en het is ook heel leuk voor de livestream straks. Dus ik hoop dat dat project goed gaat, want het is echt heel veel werk. En ook echt helemaal verschrikkelijk om te onderhouden. Maar goed, we gaan ermee aan de slag en ik hoop dat het wat wordt. Zo niet, dan cancel ik het wel gewoon, hè. Oké, bij de Druid Race ben ik trouwens ook echt bijna op 60k. Ja. Ik laat zo even zien hoe ver ik ben, want... Morgen kan ik weer een reward ophalen als het goed is. Wauw. Dus dat is tof. Meestal deel ik ook de questen die Rian geeft op TikTok en zo. Dat is wel grappig, want ze geeft af en toe dus questen en ook XP. Heerlijk, I love XP. Oh ja, de update is ook nog uitgekomen. We kunnen ook nog die Jorvik Shilling en zo verzamelen. Dat kunnen we ook nog doen als het trainen zo langzaam gaat. Of zo snel, zo bedoel ik. Trainen gaat al snel. Nee, maar... Ik heb geen trainingspaarden meer. En ik wil eigenlijk het liefste... mijn Starcoins bewaren voor een paard dat nieuw komt, zeg maar. Maar ik weet niet wanneer er een nieuw komt. Oké, ik moet nog eentje. Die doe ik op de level 14 beest. Kijk, ik zit op... bijna 60k. En dat is de helft. Woe. Ik ben bijna op de helft. Het duurt allemaal zo lang. Het is zo verschrikkelijk om eigenlijk gewoon elke dag dit te doen. Gelukkig is het een permanente update. Dus als je het nog niet gedaan hebt, kan je het gewoon lekker rustig aan doen. Als je het zo nu en dan doet, is het ook gewoon prima. Want het is een blijvende iets. Kijk, ik heb dus deze nog allemaal. Ik heb dus Dream, Dizzy bedoel ik, wou ik zeggen, Dizzy. Wel al per ongeluk level 15 getraind. Omdat ik de Druid Race aan doen en dan krijg je dus heel veel XP. Silver Kit is nu mijn rijpaard. Dus degene die ik zeg maar elke dag verzorg en gebruik voor de Druid Races. En dat die een beetje snel is, want ik... Die andere paarden gaan zo langzaam en ik raak er zo geïrriteerd door. Het is ongekend. Wees blij. Hij is nog niet helemaal... Oh, hij is wel helemaal happy. Eindelijk. Jij bent 15. Jij nog niet.
Wee. Dat komt wel goed. Nee, maar het project waar ik het dus over wilde, ja, wat ik dus zondag ga aankondigen, is wat veel gevraagd in de livestreams. Ik hoop trouwens wel dat het serieus genomen wordt door jullie straks, want het is een teamproject. Dus als die één iemand in opstand gaat komen, ja, dan is het vervelend. Dus ik hoop echt dat dat gaat werken, echt met al mijn hart, want ik heb hier de afgelopen dagen mijn hart en ziel ingestoken samen met Inge. Dus ja. En tot 's avonds laat aan toe rip mijn huiswerk, maar dat is echt gewoon zo leuk. Dat wil ik al zo lang, alleen ik stel het dus zeg maar de hele tijd uit. En nu is het eindelijk gelukt met alles instellen en alles doen. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. De enige tip die ik kan geven voor dit project is: geen enkele andere SSO-YouTuber heeft, denk ik, zoiets. Of weet ik tenminste van. Tenminste wat grotere. Dus ja, ik heb het in de verleden heb ik het ook een keer gedaan met een ander platform. Yay! Oké, ik moet even stoppen met jullie hypen. Maar goed, het is over 2 dagen, het wordt aangekondigd. Dus zo lang hoeven jullie niet te wachten, toch? Vind ik dat tenminste. Het is niet heel lang. Alleen zaterdag en dan zondag 12 uur heb je weer een nieuwe video. Oeh, en dan leg ik alles uit in de details en de puntjes. En oh, heb ik er zo zin in. Waar ik minder zin in heb is de trainen. Het mag wel ophouden, jongens. Oh, 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 stop, stop. Nee. Oh, dat was heel close. Living on the edge, jongens. Dat is echt de definitie van living on the edge. Deze race duurde ook best lang trouwens. Mijn paarden zijn zo slow. Zo slow. Zo slow. Dus ik ben wel blij dat ik één blij beest heb om te rijden. Want anders had ik het echt niet volgehouden. Oh my god, eindelijk. En... Oké, hij is level up. Ik wou wel zeggen... En morgen heb ik de 60k gehaald. Dan ben ik officieel op de helft. En morgen is dus vrijdag. Want ik neem dit op donderdag. En jullie zien dit vrijdag. Dus helaas kan ik dat stukje niet toevoegen. Of ik moet echt heel vroeg gaan opnemen. Maar dat ga ik niet doen. Want ik ga lekker naar Ins toe. Over Ins gesproken. Ik wil nog heel graag video's maken. Maar ik weet alleen niet hoe en wat. Omdat ik zeg maar een uur op de stal heb om haar te verzorgen. Uur en 20 minuten, maar ja, een uur. En daarin moet ik de stal mesten. Daar moet ik er uit de wei vangen. Ins die staat altijd in de uiterste hoek van de wei. Het is heel irritant. Dus ja, super tof. Dan moet ik nog een heel kwartier naar de achterkant van de wei lopen. En dan wil ze het ook nog wel eens doen dat ze gewoon even weggaat. Maar dat tegenwoordig neem ik Snoep mee. Dus dan komt ze wel. Dat ga ik gewoon even langzaam afbouwen als ze door heeft van... Oh, als ik kom, dan krijg ik Snoep. Want ze doet alles voor Snoep. Echt alles voor Snoep. En ze moet... Zodra ik Snoep heeft, dan is ze echt... Ze volgt me overal naartoe zonder iets te doen. Ik vind het zo schattig. Ik ben haar nu aan het leren longeren. Dat, ja, het fatsoenlijk leren longeren tenminste dan. Ze heeft wel eens gelongeerd volgens mij, maar ik denk alleen van keuringen. En dat ze alleen opgejaagd werd, want ze heeft het niet zo op de longeersweep. Dan noem het maar zonder longeersweep. Maar ja, dan krijg ik er weer niet voor uitgebrand. Dus nu ben ik gewoon lekker met de longeersweep aan het oefenen. Dat ik er kan borstelen met de longeersweep, zeg maar. En dat gaat wel goed, vind ik dan tenminste. Dat is wel schattig. Ze is zo leuk. Ik ben helemaal verliefd op dat beest. Dat is ook de bedoeling, want ik heb er niet voor niet gekocht. Ah, jongens. Wat is het leven toch heerlijk deze weken. Ik geniet er zo intens van. Elke dag naar Ins. En batterij is bijna leeg. Oh, wat sad. Dat vind ik heel jammer. Oké. Okay.
Nou, daar ging mijn batterij er even uit, hoor. Maar dat maakt niet uit, dat bederft de pret niet. We hebben nog eentje die we moeten trainen en dat is de Ayla. En de Ayla is deze natuurlijk, hè. Meid toch, ammeid. Dat is ook de laatste. Nou, dan gaan we die gewoon even met Steve race doen. Lekker dichtbij, lekker makkelijk. En dan was dat het alweer. Wat leuk, wat fijn. Wat word ik daar gelukkig van? Of, ja, alles is nu level 15 als je me inspecteert. Wauw, cool. Ik heb niks bereikt met mijn leven, maar het is leuk. Volgens mij heb ik nu officieel 155 paarden uitgetraind. Janken dit. Janken. Hoeveel? Ik heb echt veel te veel tijd in besteed. Een paard gemiddeld train je nu gemiddeld 5 dagen. 155 keer 5 is ongeveer 775 dagen. Dat is heel wat uurtjes. Nou ja, oké, binnen 3 uur ben je wel klaar. En dan wil ik niet eens de tijd weten dat ik mijn quest en zo doe. Waarom laat SSO je niet zien hoeveel uur je gespeeld hebt? Dat zou ik echt, echt heel nice vinden. Dat wil ik hebben in SSO. Een functie dat je kan zien hoe lang je speelt. Of bijvoorbeeld Horrors, met zeg maar Horrors met een W ertussen, dat spel. Dat heeft dat wel, maar die heeft niet het aantal uren, maar het aantal dagen dat je online komt. Dus zeg maar, elke keer als je online komt, dat is 1 dag. En daarin heb ik heel veel dagen. Zoveel dagen. Ik weet niet, ik weet het niet in mijn hoofd, het zijn er gewoon te veel. Want dat spel speel ik echt heel lang. Yay, hoe heb ik een persoonlijk record bereikt met dit? Oké. Level up. I'm happy with my level up. Boy, oh boy, oh boy. Heb ik nu alles uitgetraind? Oh my god. Alles is 15. Ik ga op deze weer even rijden. Zodat ik die ander in de weide kan pleuren. Hoezo hoor ik een Sony? Ik heb niet eens een Sony hier staan. Stop, Sony! Sony. Oké, alles is op level. Oeh, 15. Ik ga hier zo ongelooflijk goed op, hoor. En het zijn allemaal ponies. Nou ja. En wat moet ik nu doen dan? Er is helemaal niks te doen nu. Doei. Dit was niet handig in mijn stoel. Nou, welkom in mijn leven van je komt online voor de Druid Race, gaat weer offline en iets anders doen. Let's go racen doen met de level 15 paard, want dat zou niemand in zijn leven doen. Maar hey, hier zit ik dan. Super tof. Maar vond je dit nou een leuke video? Belonen met een blauw duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter. Dan geef ik een hartje. Zoals altijd. Hartjes voor iedereen. En ja. Tot de zondagvideo, zeg ik dan, hè. Wordt een hele leuke video. Gaan jullie echt, echt heel leuk vinden. Hoop ik. Houdoe.